De Surinaamse Waterleidingmaatschappij heeft vanmorgen het startsein gegeven voor het storten van een platform ten behoeve van een nieuwe drinkwaterinstallatie, de La Liberty, in het district Kommewijnen. Deze drinkwaterinstallatie met een productiecapaciteit van 500 kubieke meter per uur zal gebruik maken van oppervlaktewater uit de Suriname rivier, zegt SWM-directeur Malen Oosterling. De bijbehorende distributieleiding wordt meteen aangelegd. Oosterling hoopt dat de deadline van 6 maanden voor de afronding van dit project gehaald wordt. Ik zei het al zo net, op mij kunt u rekenen. Wij gaan er alles aan doen. Ik weet niet hoe. Mijn aannemers praten de week die komt. Dat dit wel binnen 6 maanden een feit moet zijn. Ik weet niet hoe, maar het gaat wel moeten gebeuren. Natuurlijk. Gaan we de minister van OW en de burgervader nodig hebben, want we zullen dag en nacht hier moeten werken. We moeten 25 kilometer leidingen aanleggen. Zie de diameter van die buizen daar. Je kan ze echt niet met je hand tillen. Er zijn speciale machines gekocht om het te doen, maar ik weet niet hoe, maar het moet wel gebeuren. Volgens minister David Amiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen is dit project belangrijk om het woongenot van de bewoners van Kommewijnen te verbeteren. Water, maar dan niet water zonder meer. We praten over schoon, veilig drinkwater. Is een essentieel goed voor ieder individu. En dan maakt het niet uit waar van Suriname je woonachtig bent, maar wij vinden het belangrijk als regering dat elk individu van dit land toegang moet hebben tot schoon, veilig drinkwater. Het is de taak van de regering. Vice-president Ronnie Brunswijk geeft aan dat er pas gejuicht kan worden als na 6 maanden de kraan opengedraaid wordt en er komt schoon drinkwater uit. De regering heeft bij zijn aantreden een prioriteitenlijst opgesteld waaraan direct is gewerkt, zegt Brunswijk. En ik heb tegen dat wat er ik kon op een lijst dat hij ligt nummer 1. Vanaf het begin, wat gaan wij als eerst doen? En wat is aan die takiere? Vooral komen wij naar. President, dat ik heb gelopen in Kommewijnen tijdens de campagne. En meneer Brunswijk, vicepresident, ik heb die mensen beloofd dat die water gaat komen. Volgens president Chandrika Prasad Santokhi zal er druk uitgeoefend worden op de uitvoerders, zodat het project wordt uitgevoerd en afgemaakt. Want we hebben nog meer projecten. We gaan elke week 1-2 projecten uitvoeren met onze eigen besparen. Maar eenmaal af, fresh capital, door of VP. Dan ga je zien wat ontwikkeling betekent in dit land. Dan ga je zien wat vooruitgang is. Dan ga je zien hoeveel werkgelegenheid gaat ontstaan. Dat we misschien nog problemen gaan krijgen om voldoende werknemers te vinden. En dan ga je zien de opzet van productiebedrijven. Dan ga je zien hoe we valuta gaan verdienen. Toerisme gaan ontwikkelen. Binnenland gaan ontwikkelen. Al deze projecten, mijn mensen, heeft de regering in een projectdossier gezet. Meer dan 400 projecten. En voor dit jaar hebben we geselecteerd 25. President Chandrika Prasad Santokhi. Zij spraken vanmorgen bij het startsein voor de bouw van een nieuwe drinkwaterinstallatie op La Liberté. De regering streeft ernaar om heel Suriname te voorzien van schoon en veilig drinkwater.